Nog 2 dagen en dan begint het. De Floriade in Almere. Een van de deelnemers is de Almeerse Groene Plastic Fabriek. Ja, ze hebben op de Floriade een woning gebouwd van hergebruikt plastic. Verslaggever Sam Jones die staat nu bij het Plastic Beach House op de Floriade. Ja, Sam, wij zijn heel erg benieuwd. Hoe ziet dat huis eruit? Nou, het lijkt een beetje op een Lego huisje als je het mij vraagt. Maar het is toch echt gemaakt van plastic. Althans, dat zegt Bram Peters. Die staat hier naast mij van de Groene Plastic Fabriek. Hoeveel plastic zit hier wel niet in verwerkt? Hier zit 7500 kilo wegwerpplastic in verwerkt. Dus geen plastic zakjes, maar rommel. Ja, echt wat van de huishoudens terugkomt en van plastic soep. En wil er echt, want het ligt echt op hout, dat gebouw, is het een beetje stevig? Nou ja, dat zijn we hier aan het testen en op de Floriade kan dat. Kan nog in elkaar storten? Nou, de storm heeft hij overleefd, maar het allermooiste is, we kunnen hem straks weer afbreken op het eind en dan bouwen we hem ergens anders weer op. Hij is gemaakt van grote Lego-stenen. Waarom hebben jullie dit gemaakt? Dit is eigenlijk een verhalenhuis. Dit vertelt het verhaal van afvalplastics dat nu eigenlijk wordt verbrand of in de oceanen terechtkomt, terwijl je daar fantastische dingen van kan maken. Wat willen jullie laten zien met dit huis aan de bezoekers van de Floriade? Nou, dat plastic dus niet alleen een slecht imago heeft, maar dat we er van alles mee kunnen bouwen. Zelfs stijgers, lantaarnpaal, bankjes. Je kunt er echt iets mee doen. En dat is wat wij graag willen laten zien. Want de stijgers en de lantaarnpalen die zijn hier ook van plastic. Het lijkt wel hout. Nou, dat klopt. En het valt ook niet echt op. En daarom heeft de gemeente Almere ook gezegd, we gaan samenwerken met de jongens. En dan gaan we samen ervoor zorgen dat Almere schoon wordt. Jullie zijn een van de eerste die bijna klaar zijn. Kan je nou ook niet het woningprobleem oplossen, alle woningen bouwen? Nou, dat zou fantastisch zijn. We hebben 1 miljoen woningen nodig in Nederland. En ondertussen is hout en beton heel moeilijk te krijgen. Gebruik ons eigen plastic afval. Is dat echt haalbaar? Wat ons betreft wel, ja. Want er is 1,6 miljard kilo plastic per jaar beschikbaar. Gebruik dat. Hoeveel kost zo'n plastic huis? Nou, dit huis hebben we samen met de gemeente gebouwd. Maar we hebben betaalbare huizen, tiny houses, echte plastic huizen, waar ik zelf ook in woon. Ja, die heb je al voor normale huizenprijzen. En dat is? Ja, die zijn tegenwoordig heel erg duur. Liggen tussen de 1 en 200.000 euro. En dit huisje, hoe groot is dit? Dit is ongeveer 16 vierkante meter, maar hij is vooral ook heel hoog. Het is echt uniek, dit. En nu gaat er iets bijzonders hier gebeuren. Wat? Nou, dat klopt. Dat gaat zo meteen iemand anders vertellen. Wie is dat? Dat is Stefan Schoegje. Dat is de manager van de Groene Plastic Fabriek. En die laat jullie het zien. Nou, daar gaan we dan even naartoe. We lopen het bruggetje over van plastic. En hier staat hij dan, Stefan Schoegje. Wat ben je aan het doen? Ja, ik sta momenteel met 1 voet op een surfplank om straks het water op te gaan. Met de bedoeling? Uiteindelijk gaan we deze plastic soep in het water gooien. Om dan te symboliseren dat je plastic afval, het plastic afvalprobleem van de wereld kan oplossen door er nuttige producten van te maken. Maar ja, dan heb je toch nog meer troep in het water? Ja, dit is een gelukkige gecontroleerde omgeving. Dus dit kan op deze manier. En het is de bedoeling dat deze in de komende maanden wordt uitgebreid. Dus dat die eigenlijk alleen maar groter wordt gedurende de Floriade. Dus dat het probleem groter wordt. Ja, en dat we dus eigenlijk meer van dit soort initiatieven moeten hebben. Nou, ga je gang, Stefan Schoegje. Ja, dankjewel. Hopelijk word ik niet nat. Maar waarschijnlijk wel. En dan gaat hij dan op de surfplank het water in. Met de bedoeling om alles in het water te gooien. Gaat het nog gebeuren? Ja. Nou, doe dan. Nou, daar ligt hij dan. En dan moet ik nog blijven staan ook, hè? Nou, hier hebben we dus de plastic soep nu in het water liggen. En ik moet er eigenlijk achteraan, hè? Dus dat gaan we maar doen. En zo wordt de plastic dan ook weer opgeruimd, althans dat is de bedoeling. U kunt het allemaal zien op de Floriade vanaf aanstaande donderdag. Nou, hij sprong gewoon lekker het water in. Maar hij weet niet hoe snel hij er weer uit moet komen, volgens mij. Het zal wel lekker koud zijn. Koud weerwater op dit moment in Almere, ja. Nou, in ieder geval, dat loopt allemaal goed af. Alleen moet die plastic soep nog weer uit het water worden gehaald. Dat was bijdrage van verslaggever Sam Jones op het Floriade-terrein. Zoals je weet, aanstaande woensdag officiële opening van de Floriade. Vanaf donderdag mag het publiek het terrein op.